Maar gewoon gefeliciteerd met deze titel. Afgelopen donderdag was het 50-50, denk ik. Maar vandaag was het een en al Den Bosch, hè? Ja, één groot bossenfront. Ja, wat we hier hebben neergezet. Echt super vet. Jullie hadden het wel op een bepaalde manier voorbereid, denk ik, deze wedstrijd. Ja, we hadden gezegd, dit moet gewoon wat scherper in niet-balbezit. En volgens mij hebben we dat best wel goed gedaan. En voor jezelf, ik vond je wel een van de uitblinkers vandaag. Had je dat zelf ook het idee? Ja, dankjewel. Ja, ik hou van dit soort wedstrijden. Hè. Gewoon sleuren, trekken, overal aanwezig zijn, elk duel winnen. En ja, dit zijn wel mijn potjes. En zelf nog scoren ook? Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja, super vet. Maar ik weet niet hoe die erin gaat. Maakt me niet uit hoe die erin gaat, van wie. Maar het is toch wel, ja, super vet. Na afgelopen donderdag, toen was het close, zei ik al. Wat was jullie plan vandaag? Wel druk blijven zetten, aangezien dat het heel goed ging. En ja, gewoon wat ik zei, in niet-balbezit gewoon wat scherper. Gewoon op die duels zitten en gewoon geen meter geven. En als de een voorbij is gespeeld, dan hebben ze last van de andere. Dus gewoon van die witte horzels, zeg maar, die over dat veld razen. En dat is goed gelukt. Ja, dat lukte vanaf de eerste minuut eigenlijk, hè? Ja, ja, zeker. Klopt. Het seizoen zit er nu op, maar je hebt nog een Europa Cup komende week. Ja. Ook weer tegen Amsterdam, misschien in de finale. Ja, ik ga eerst heel even feesten vandaag. En dan hebben wij dinsdag volgens mij weer training. En wij vliegen woensdag naar Londen en dan zal Roel ons wel weer op scherp zetten. Maar ik ga daar nog heel even niet over nadenken als je het goed vindt. Weet je hoeveelste titel dit is voor jou? Ja, dit is nummer 7 in het 8e seizoen. Okay, gefeliciteerd en veel plezier vanavond nog. Ja, dankjewel.